Ja, Hielke, het zit erop. Een hele mooie carrière, ga je zeggen. Ja, fantastische jaren, ga ik zeggen. Verschillende clubs en mooie clubs. Ja, veel doelpunten. Ja, zo kan ik wel even doorgaan, maar ja, gewoon mooi, mooi. Tot op het laatste moment gewoon scoren. Ja, dat is wel extra leuk dat je vandaag nog even meteen het eerste doelpunt mag maken. Dat is extra mooi en nou ja, dat ik bij deze club mag afsluiten. Wat gewoon de mooiste club hier is uit de regio. En ik heb 6 geweldige jaren gehad, joh. Dus daar ben ik Excelsior hartstikke dankbaar voor. Daarmee, met dit doelpunt heb je ook mede laten zien hoe het volgend seizoen moet, hè? Op dezelfde voet verder en dan liefst nog wat hoger. Ja, ja, de doelpunten waren dit jaar wat minder. Gelukkig nog wel in de dubbele cijfers. Dus wat dat betreft is het nog mooi afsluiten. En volgend jaar zijn de andere jongens die jongens zijn. En die gaan het wel doen. Hielke, 6 jaar Excelsior 31. Hoe kijk je daarop terug? Nou ja, zo kort na de wedstrijd kijk ik er nog niet op terug. Dat komt nog wel, denk ik, de komende weken. Maar ja, geweldige jaren, periode gewonnen, kampioenschap gehaald hier, aanvoerder, veel doelpunten, leuke feestjes. Ja, ik ben echt wel wat dat betreft een amateurspeler. Gewoon wil op een hoog niveau spelen, presteren, maar na de tijd moet er ook gewoon tijd zijn voor een biertje. Je bent volgend jaar mede verantwoordelijk, hè, of hier feestjes worden gehouden. Ja, maar dat wordt wel geregeld. Dat komt vast goed. Hoe zie jij je rol volgend jaar samen met Jurjan? Voor jou heel iets nieuws. Hoe ga je daarop voorbereiden? Nou, ik denk dat ik daar best wel heel open in kan stappen. Ik heb daar met Jurjan nog helemaal niet echt over gehad en over de inhoud gesproken. Kijk, ik ben natuurlijk net gestopt als speler, dus ik zal in het begin wel een beetje moeten wennen. Dat je een beetje moet schakelen, dat je niet te veel als speler denkt, maar ja, ook als trainer, zeg maar. En hoe dat precies zal zijn, ja, dat zal de komende... Het komende half jaar wel een beetje blijken, zeg maar. Dus dat weet ik ook niet. Mogen we jou van Excelsior TV ontzettend bedanken voor alle mooie momenten voor de camera, achter de camera, waar dan ook. Bedankt voor je vele doelpunten, wat je Excelsior als voetbal hebt gegeven. En we gaan heel veel hopelijk van jou nog genieten als assistent trainer. En ja, gelukkig niet weg van de koerbelt. Nee, hartstikke bedankt. Jullie ook bedankt. Elke week zijn jullie er weer. Ik denk beste tv in de derde divisie, misschien wel in de tweede divisie erbij. Er gaat zoveel tijd in, dus jullie enorm bedankt voor al jullie werk. Hielke, ga bier drinken, man. Gaan we doen. Bedankt. Thijs, ook bedankt voor alles.